Oh, het is een kaars. Oh my god, het is een kaars. Heb ik zweetplekken? Volgens mij niet. I am just attracted to the gay. Hey, ik ben Felicia van Leeuwen. Ik ben 23 jaar, chronisch ziek en biseksueel. Vandaar de naam Chronisch Bi en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Ik ga deze week proberen om op mijn camera te vloggen. Die is wat zwaarder, dus als ik wat vaker op wat neerzet of ga trillen, dan komt het daardoor. En als ik vaker die kant op kijk, komt het omdat daar nu mijn schermpje zit. En ik nog heel erg moet wennen om niet in het schermpje te kijken, maar in de lens. Ik wil wat nieuws proberen deze week. Met vloggen op mijn telefoon. In de zin van dat ik wil kijken of ik het misschien meer op Instagram wil gaan doen. Omdat ik merk dat daar mijn publiek meer zit. Dat daar meer mensen zitten. En dat ik denk dat Instagram voor mij makkelijker is om dingen te delen en zomaar eruit te gooien. Daarvoor kan ik dingen editen op mijn telefoon in plaats van op mijn laptop, op mijn tablet. Dus ik ga even kijken wat ik daarmee ga doen. Of ik misschien dus ga vloggen op Instagram en niet meer op YouTube. Ja, yeah, it's a big step. Maar ik denk dat het misschien wel beter bij me past. Yeah. Dus dat. En dan vergeet ik hem te vertellen wat ik ga doen nu. Ik ga appeltaart bakken. Het is namelijk Meben, de herfstequinox. Vandaag is dus het midden. Ik trek even. Het midden tussen de zomer en de winter. De officiële herfst begint vandaag. Als je naar buiten kijkt, denk je herfst waar. maar daar horen bijvoorbeeld appels en kaneel bij. En anijs, gember. En gember. Geen gembersiroop. Maar dat is wel lekker om erin te doen. Oeh, ik ga misschien ook een beetje gember in mijn fruitmix doen. Ik ga nu beginnen met het deeg maken. Dat is een 1-2-3 deeg. Wat is een 1-2-3 deeg? Dat is 1 deel suiker, 2 delen boter, 3 delen bloem. En een ei. 1-2-3 en een ei. Dus eigenlijk 1 deel suiker, 1 ei, 2 delen boter, 3 delen bloem. Dat is een offer op. Mijn camera vond het een goed moment om te stoppen met filmen, want de batterij was leeg. Maar 1-2-3 deeg heb ik van het huis uit meegekregen. Volgens mij is het ook wel harde wenerdeeg. En het is een heel simpel deeg die eigenlijk altijd wordt gebruikt voor appeltaart en zo. En dat heb ik dus van mijn vader meegekregen. Die heeft het ooit geleerd als kok zijnde. En daar ga ik nu mee beginnen. En ik maak nu even de airfryer warm om een vega kroketje op te warmen. Want ik heb nog niet geluncht en ik heb niet zoveel meer in huis. En ik bedacht me dat ik dat nog in huis had, dus dan ga ik dat lekker lunchen. En ik heb op Instagram gevraagd of er mensen zijn die mensen kennen op Instagram die vloggen via Instagram. Of daar meer mee bezig zijn. Zodat ik een beetje kan kijken hoe dat allemaal werkt, hoe mensen dat doen. Ja. Kijk, de appeltaart is af. Oh, het ziet er lekker uit. Ondertussen heb ik ook gekookt. Bonen. En de rijst. En dat ga ik weer lekker eten. En op de achtergrond hoor je Nailed It met Nicole Byer. Zo, gisteren heb ik een super lange dag gehad. Wel een super leuke dag. Ik ben namelijk lekker naar de markt gegaan. Wat fruit gekocht. Ik kwam Jiska tegen, dus die heb ik kort gesproken. Ik heb een uur gestaan in Vintage Label van Marita. Daar hebben we heel lang staan kletsen over lekker diepe onderwerpen. En heb ik een goede podcast tip van haar gehad. Dus dat was super leuk.
En vandaag werd ik pas om 1 uur wakker. Het is nu iets voor 6, geloof ik, of iets over 5. Ik kan het niet goed zien. Iets over 5. En ik heb hier een pannetje met vegetarische ayam opor. Dus dan haal je eigenlijk het woord ayam weg, want ayam betekent kip. Vegan opor, noem ik het maar. En daar heb ik dit keer ook wat sojabandjes bij gegooid voor de groentjes. En mijn rijstkoker zit in de vaatwasser, dus die kan ik straks pas aanzetten. Maar ayam opor is een soort stoofpotje wat je echt, al laat je dat bij spreken 10 uur op het vuur staan, is gewoon prima. Pardon. Ondertussen heb ik gisteren en vandaag een beetje aan mijn website gewerkt in... Oeh, hij wordt zwaar. Even zo. Aan mijn website gewerkt in WordPress. Het wordt een simpele gratis website van WordPress. Waar ik wel van baal is dat op een of andere manier chronischb.wordpress.com al bezet was. Dus die kon ik niet kiezen. Het zit er op mijn lens. Blijf erop zitten. Straks even goed schoonmaken die lens. Website. Ik weet dat ik die ooit geclaimd heb via een ander account dat ik heb op WordPress. Maar daar heb ik hem uitgegooid, verwijderd. Die website bestaat dus niet meer. Maar nu dus chronischb.wordpress.com. Er gaat nog niks live. Daar ben ik nu dus mee bezig. Ik wil eerst even gratis proberen en dan kijken wat ik ervan vind. Net zoals dat ik nu ook telefoon dus in portrait mode aan het vloggen ben. Daar moet ik ook nog een beetje aan wennen en hoe ik dat precies aan wil pakken. Ja. Kaartje gekocht om naar een vriendin te sturen. Trouwens ook bij Vintage Label. Van Joosje Bosch. Daar heb ik meerdere dingen van. Super toffe illustrator. Ja. Even bijgepraat jullie weer. Dan ga ik nu verder met wat een jaar! Kijken. Luister, het is echt midden in de nacht en ik sta op om te plassen. En dit is hoe mijn haar eruit ziet. Hello 90s. They have called and won their hair back. Oh, wat zijn mijn ogen blauw in dit licht. Hallo, ik ga naar Rotterdam. Want ik ga naar Netflix, Sex Education dinges. En ja, ik vlog er op mijn telefoon. Ik vind dat verticaal vloggen toch een beetje meh. Ik heb gemerkt dat ik het niet doe. En daardoor heb ik bijna niks gevlogd deze week. Alleen wat stukjes op mijn camera. En was het net niet. Dus gewoon weer op mijn telefoon. Luister, ik ga bijna nooit naar Rotterdam. Dus ik denk, hoe ga ik dus vinden waar dat Netflix ding zit? Ja, dat is makkelijker dan dat. Ik denk daar, namelijk. Jesus. Nou, ik ben er hoor. Ik ben lekker in mijn eentje. Vind ik stiekem een beetje ongemakkelijk, maar goed. Ik hoop dat je me kan verstaan. En ze hebben dus allemaal bloemen. Die had ik al gezien. Maar de bloemen staan zeg maar voor een van de characters van de show. Eric. Ik hou echt van die Bird of Paradise bloem. Ik heb dus ooit een tv-programma, ik weet niet meer welke. Oh nee, dat was de Try Guys op YouTube. Gezien dat ze die bij, als een bloemist hem heeft, komt hij dus dicht binnen. Dus dit gedeelte is zeg maar dicht. En die moeten ze dan zelf heel voorzichtig met hun nagel openmaken, zodat die bloem eruit komt. Vond ik heel cool. En hier binnen kun je dus met een seksuoloog praten. Dat is heel cool. Oh! Hé, die ken ik! Wacht, ik ga even een hoi zeggen, denk ik. Superleuk! Ik ben vorig jaar bij Anne en Leida geweest. Van seksuologen met twee. In het panel voor hun boek, wat dit jaar uitkomt. En zij zijn dus de seksuologen die hier samen met mensen praten. Dus daar heb ik even mee gepraat en hallo gezegd. En groetjes gedaan en zo. En, ik ga nu verder kijken. Kijk deze oester. Die vind ik echt heel cool. Oh, het is een kaars. Oh my god, het is een kaars. Penis kaarsen.
En natuurlijk Damn Honey. En Damn Horny. Die ligt ook nog steeds op mijn nachtkastje. Ook deze wil ik nog graag lezen. Van Tatjana Almudy. Ik kan er sexy verhalen luisteren. Misschien ga ik dat zo nog even doen. Nog een kast met boeken, waar ook Queer Baby in zit. Een bank. Een kleed die ik eigenlijk wil jatten. Meiden, ik heb het toch allemaal warm? Heb ik zweetplekken? Volgens mij niet. Ik voel me een beetje een Greek goddess in deze jurk. Zeker nu ik dat gouden door me heen heb gedaan. Ik ga zo de foto, maar ik ga eerst een cupcake eten. Maar voor welke cupcake gaan we? En dit is dus ook omdat in het seizoen iemand dit soort cupcakes maakt. Het was sowieso een chocoladecupcake, want dat is iets meer mijn smaak. Ik ga voor deze, want het is een chocoladecupcake en ik hou van fondant. En hier zit lekker veel fondant op. Yay. Ik heb super leuke foto's gemaakt bij Bette en ik ga straks weer terug, want hij gaat Titty Mac spreken en dat vind ik wel leuk. En ik ga nu gewoon even ergens in Rotterdam lunchen. Even oversteken, even gevraagd of er een leuk plekje was. Ik ben de naam vergeten, maar als ik het zie weet ik het vast wel weer. Even een dagje voor mezelf. En daarna gaan we weer stoppen met geld uitgeven, because I don't have that much money. Als je me kunt verstaan, 3 keer raden wat er nu in Rotterdam bezig is en ik ben opeens in Rotterdam en wist het niet. Heeft hier iets mee te maken? Nou, ik word eerst vandaag Rotterdam Pride. Ik heb altijd dit soort dingen. I am just attracted to the gay. Eerste keer Taco Bell. Ben benieuwd. En vega. 3 keer raden wie zijn waterfles ergens heeft laten staan. Deze ADHD'er. We try to create inclusive dialogue through art, offline and online in different ways. And we're really Ik heb allebei de talks van Titty Mac gezien. Super interessant en leuk om te zien. Eentje was deels online. En volgens mij kun je ze allebei terugkijken op hun Instagram. En ik ga nu zo meteen richting huis. Het is hier echt zo warm. Dus oh my god. Ik ben vergeten wat ik ging vertellen. Of course. Ik merk gewoon dat ik eigenlijk al te veel prikkels heb gehad voor vandaag. Aan de andere kant wil ik niet naar huis, want zodra ik thuis ben, dan ben ik alleen. En dat is een soort van sad life. En ik ben mijn waterfles kwijt. Ik ben mijn waterfles heb ik ergens laten staan met mijn thee erin. En nu is hij weg. Het is gewoon een soort van... Daar ging mijn 5 euro. Zo sad life. Oh jongens, ik heb het zo warm. Ik vind het echt koud meer. Ik moet er weg. Ik moet zo even... Wel, ik wilde nog iets vertellen, maar ik ben het er kwijt. Oh, dat! Ze hebben hier dus die boeken staan. En ze hebben hier ook... dit boek. En dit lijkt een beetje op het boek. Ik hoop dat je me kan verstaan überhaupt. Dat lijkt een beetje op het boek wat ik ooit van mijn tante heb gekregen. En dat was een boek over seks en het AFAB, oftewel Assigned Female at Birth, dus vrouwelijk lichaam. En hoe dat zich ontwikkelt en hoe het in elkaar zit. En daar heb ik vrij jong al bijvoorbeeld mijn gevoel had bekeken met een spiegel en dat soort dingen. En dat het gewoon was voor mij vrij normaal om daarmee bezig te zijn. Althans, ik vond het nog steeds wel spannend en mijn ouders mochten van niks weten.
Maar het was wel heel fijn omdat al voordat het op school was, of voordat überhaupt iemand dat aan je vertelde, dat gewoon zelf te kunnen lezen en zo. En dat is gewoon heel mooi. En dat boek is ook zo'n soort boek, maar dan voor... dat voor bijna... en dit boek is dus echt voor iedereen. En je hebt nu dus ook Yes Honey. Volgens mij. Oh, Yes Baby. Yes Baby is van dezelfde serie als Queer Baby. Ik gooi een boek om. En het is ook een boek voor jonge mensen om meer te leren over seksualiteit en seksuele ontwikkeling en zo. En die wil ik dus heel graag aan mijn neefjes en nichtjes geven als ze zeg maar gaan puberen. En dat is nu ongeveer. Zo, ik ben dus weer thuis. Ik heb een hele leuke dag gehad in Rotterdam. Ik wilde eigenlijk niet alleen er naartoe gaan, omdat ik gewoon zat ben om dingen alleen te doen. Aan de andere kant ben ik heel blij dat ik alleen ben gegaan, want dan kan ik bepalen waar ik heen ga. Inmiddels heb ik lekker een pyjamaatje aan en mijn BH uitgedaan. I love de nieuwe BH's die ik heb van Superbra. Mijn lichaam vindt het ook heel fijn als ik ze uitdoe. En deze zijn niet te klein, ze horen zo strak te zitten, want ik heb nu eindelijk een stuk minder pijn in mijn rug als ik die BH's aan heb. En ik film nu weer even met mijn Canon camera, omdat mijn telefoon zo goed als leeg was. Eens. Nou ja, ik ben helemaal kwijt wat ik ging zeggen. Misschien komt het zo weer. Kijk, Riverdale. En iemand is een beetje wild gegaan met de truffel mayonaise op mijn pizza. Jeetje, morgen. Ik ben nu bezig met het editen van deze weekvlog. En ik merk wel dat het geluid met de microfoon, et cetera, en deze camera wel een stuk chiller is om naar te luisteren. Maar het is zo zwaar om deze camera dan mee te nemen en te tillen en in mijn tas te hebben. En zo'n vloef, sorry, dat hoorden jullie waarschijnlijk heel erg, erop te hebben. Dus dat vind ik wel een beetje jammer. En mijn telefoon is natuurlijk, heb ik altijd bij me. Ik zou natuurlijk beide kunnen gebruiken, maar dan zit ik nu met het editen dat ik goed moet opletten welk beeld naar wat komt, want het komt dan niet op de goede volgorde te staan. En nou ja, ik moet nu lekker gaan editen. En ik denk niet dat ik... Ik vind het lastig, want dat vloggen voor Instagram... Ik denk dat ik daarvoor te veel beelden maak, zeg maar. En te veel aan het kletsen ben. Dus ik weet nog niet helemaal hoe ik dat in wil richten. Ik zou het een stuk chiller vinden als alles op één locatie zit, in plaats van op YouTube en Instagram en et cetera. Maar goed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Als dat zo was, vergeet dan vooral niet je te abonneren op mijn kanaal en dat belletje in te drukken, want dan krijg je een pushmelding en een mailtje zodra ik een nieuwe video plaats. Ik zou het ook tof vinden als je me zou volgen op mijn andere social media. Daar heet ik ook allemaal @GroningsBee. En dan hoop ik jullie gewoon volgende week weer te zien.